GCI Urban en de United Nations in Suriname hebben vandaag de SDG Murals van Lelydorp gelanceerd. De muurschildering staat op de hoek van de Cotomissi en de Fayalobilaan. Met deze murals willen de organisaties bewustwording vragen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2030 wereldwijd moeten worden behaald. Edley Breveld, vertegenwoordiger van de United Nations, zegt dat we in Suriname ervan bewust moeten zijn dat de Sustainable Development Goals, oftewel SDGs, effect hebben op een ieder. De murals vragen veel aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. Angelique del Castillo, voorzitter van het SDG-platform, zegt dat er ruimte moet worden gecreëerd voor jongeren om zichzelf te zijn. Het is daarom belangrijk dat we allemaal gezamenlijk werken aan het behalen van deze doelen. We dienen allemaal onze inzet te geven en daarom ben ik heel blij met het initiatief dat genomen is door GCI Urban. Wij hebben samen met GCI Urban gewerkt aan het implementeren van deze muurschilderingen, zoals ik u zei. En het was geen makkelijk traject. Het is begonnen helemaal in mei vorig jaar. En we hebben heel hard, heel lang bij elkaar moeten komen, moeten brainstormen over hoe dit eruit zal zien. Je moet gewoon overal jezelf kunnen zijn zonder excuus. En overal gerespecteerd en gewaardeerd worden. En die opdracht hebben wij allemaal. Wanneer we deze mural zien, moeten we daarbij stilstaan. Welke opdracht heb ik als ik hier naar kijk? Wat moet ik doen? Want het is niet alleen een opdracht. Het is ook year of action, las ik ergens. Dus laat die opdracht gepaard gaan met actie. Laten we ons afvragen, wat is mijn opdracht en wat doe ik er vandaag al aan? GCI Urban Local President Sherwan Ramkelawan zegt dat GCI Internationaal zich in 2015 heeft gecommitteerd aan het behalen van de SDGs. Hij legt uit dat GCI Urban het belangrijk vindt om de SDG-bewustwording op gang te brengen. Districtscommissaris Shafiq Gulaman benadrukt dat het resort Lelydorp in de lift is, wat volgens hem een goed voorteken is. In het proces zijn wij zeker de jongeren niet vergeten. Het is belangrijk dat wij aandacht besteden aan de mentale gezondheid van de jongeren. Dat wij het vooral ook leren zelfliefde te hebben en te praten over hun emoties. Een van de murals richt zich daarop. Wij zijn blij dat wij een geweldige partners alvast de start mogen maken in het bewustwordingsproces. En wij hopen dat wij hiermee nog meer acties vanuit de gemeenschap mogen inspireren om de doelen te behalen. Maar ik wil uitnodigen om ook de overige resorten van Wanica niet te vergeten. Omdat ook al daar de bewustwording van belang is. First Lady Melissa Santoki Sinasheri is erg ingenomen met het project. Vooral hoe de nadruk wordt gelegd op mentale gezondheid. Zonder mentale gezondheid is het moeilijk functioneren, zegt ze. Empowerment klinkt zo'n cliché woord of term of een soort paraplu term. It does matter, want dat wat ik heb aangegeven, positieve energie is empowerment. Niet alleen wanneer het bij jou is, maar jullie zijn gaan verenigen en jullie zijn elkaar gaan empoweren. En nu met jullie project proberen jullie de omgeving te empoweren. Dus het heeft een sneeuwbaleffect. En we need that. We need positive energy. En dat jullie dit blijven doen. Ga zo voort. Ik zie dat er veel meer ruimte is. En bestuur heeft aangegeven dat is ter beschikking. Jullie willen het. Het is niet alleen verfraaiing. It has something more. It has a message. En it resonates. En daar tegenover hebben we de jeugdigen. Ze zien het, ze zullen het vanuit hun lokaal zien. Een moment waar ze even niet opletten en ze kijken hier. En it will be empowering.